Thalia is gesloten, maar er is een tijd geweest dat Thalia het ontzettend goed deed. Namelijk ten tijde van het Doe-theater van Thea Doelwijd en Henk Tjon. Ja. En die maakte toen, in de jaren 70, hele maatschappijkritische voorstellingen. Ja. Dit is de tijd voor een nieuw geluid. Suriname gaat nu echt vooruit. Dit is de tijd voor een nieuw geluid. Kolonialisme is verleden tijd. We raken al onze oude dingen. Alle hippies sterven uit. Maar hoe maak je een heel nieuw land zonder koninkrijksverband? Maar hoe maak je een heel nieuw land zonder koninkrijksverband? Men vond het natuurlijk nog wel, het was iets nieuws, dus het was een beetje eigenaardig. Creolen, Bosnegers, Hindustanen, Javanen, Indianen, Libanezen, Chinezen en Hollandse kolonisten. Dan was er een hoog bezoek of de koningin kwam en enzovoort enzovoort. En dan was er altijd een bonte avond. Eerst de Indianen, dan de Bosnegers, dan de Creolen, dan wanneer kwamen eerst de Hindustanen, Javanen, Libanezen enzovoort. Allemaal apart, 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 apart. En wij hebben geprobeerd om dat alle spelers, een stuk of 10 dacht ik, allemaal het totaal deden. Dus en in de Indiaanse liederen en dansen en in, nou dan kan ik al die groepen wel weer opnoemen. Maar wij wilden een Surinaams totaal theater maken. Zo ver is het gekomen, was lang dit overgenomen, door het Nationale Militaire Raad. Een soldaat op iedere hoek en iedere straat. Het volk had de oorlog gegeven, maar de sergeanten die waren paraat. Zij hebben de wanhoop verdreven. Zoals gebruikelijk bij een première nodigen we altijd de hoogste mensen van het land uit. Dus nu hadden we een Nationale Militaire Raad en die militairen kwamen allemaal vreselijk geweldig in uniform en met hun oezies. En ze zaten zo op een rij, dat zie ik nog voor me. Ik kan me niet zeggen wie waar, kan ik niet meer herinneren wie waar zat. Maar ik zat de rij daarvoor en ik had zo'n gevoel, ik voel die oezies in mijn rug. Ja, daar lach ik dus nu om. Toen was het allemaal nog een beetje moeilijk. Het enige ontwikkelingsland dat ontwikkelingshulp geeft aan haar moederland. Elke academicus namelijk die Nederland nodig heeft, sturen wij onmiddellijk met het eerste en beste vliegtuig. Het is ook het enige ontwikkelingsland dat een van de grootste maatschappijen die het moederland heeft, de KLM, financiert. Dames en heren, wij presenteren u vanavond met trots de unieke situatie van een voormalige kolonie die geen bevrijdingsstrijd levert tegen haar moederland. Het is namelijk het moederland dat zich in de strijd wil werpen om van haar kolonie af te komen. Maar dat lukt niet, want de hele kolonie klemt zich vast aan haar boezem. Ladies and gentlemen, we proudly present het land waar u geen moer van af weet. The land nobody knows. Here he is. Bring him in. Your own Suriname. Suriname, als je dit zo ziet. Ik vond dat toen mooi. Als ik nu ook weer terug zie, vind ik het ook nog steeds mooi. Ja. Maar het was belangrijk? Wanneer? Toen? Dit was goed voor die tijd, ja. Maar ik denk dat jonge mensen nu, nieuwe cabaretiers, dit werk zouden moeten oppakken. Ja, maar dat gebeurt niet. Heb je daar een reden voor? Wat de reden eigenlijk is, zou misschien te maken hebben dat er op theatergebied niet echt een theaterschool is waarbij je zeg maar cursussen, trainingen, maar ook durf hebt om de politieke items op het toneel te laten zien. Nee, schijt toch uit. In de tijd dat Thea dit deed, was het echt gevaarlijk. En toch deden ze dat. Het was nieuw. School is Suriname. Het was niet gevaarlijk, het was nieuw. Waarom gaat Iwan en Gilly? Er is voor niets school in Suriname. Ja. Er is alleen school voor casino's, naar Torarica gaan en misschien zegt men een heleboel school voor hoe je drugs moet transporteren. Daarom ben ik zo verbitterd. Er is geen school die ons jongeren leert hoe het is om een waardige Surinamer te zijn. Als ik naar Krasnapolsky ga en ik stel jongeren de vraag, daar 's middags,
Wat wil je? Een stukje grond met een huisje of een ticket naar Nederland? 99% zegt een ticket naar Nederland. Ja, maar je stelt een twee vragen. Decolonisatie hebben we nodig. Ja, maar je stelt een twee vragen. Ja. Maar ik denk dat je toch moet kijken naar de dingen die goed gaan en waar de kansen liggen voor Suriname en Surinamers in Suriname. Ja. Okay. Ik denk dat je daarna moet kijken. Iwan, ja. het Nederlandse Surinaams cadeau aan Suriname is wat jou en de organisatie waar jij voorzitter van bent, een verbondenheidsmonument dat gemaakt wordt door de kunstenaar Erwin de Vries. Maar waarom heb je voor dat monument gekozen? Nou, waarom niet iets anders? Ja, we hebben die vraag van heel veel mensen de afgelopen periode gehoord. Hè? Mm-hmm. Van, zou je niet het geld kunnen besteden aan een bejaardentehuis, of aan een kindertehuis, of aan een school? Hoeveel kost het? Het monument wordt gemaakt voor 125.000 euro. Dat is best het was meer, ja. Maar we hebben met de kunstenaar kunnen praten en gezegd van, hij heeft toen aangeboden van, ik geef ook een cadeau. Goed, aan maar ga even door met uit te leggen waarom je daarvoor gekozen hebt. Want nou, we hebben daarvoor gekozen omdat wij zochten in ons zespuntenprogramma. Het comité heeft een zespuntenprogramma en één daarvan is een cadeau aan Suriname, een symbool. En we hebben gezocht naar wat zou het symbool moeten uitdragen. De president heeft bij monden van de consul-generaal in Nederland aangegeven, het symbool zou verbondenheid moeten uitdragen. Mm-hmm. Nou, dat hebben we dus meegegeven aan de kunstenaar. En waarom die verbondenheid? We zoeken dus naar iets. We zoeken naar iets dat Surinamers, niet alleen in Suriname, maar over de hele wereld verbindt met elkaar. Ja. Kan je daarin vinden? Ja? Kan je daarin vinden in zo'n monument? Ritueel, wat voegt dat toe? Natuurlijk voel ik me verbonden met mijn nicht en mijn oude buurvrouw in Suriname. Mm-hmm. En natuurlijk stuur ik elke maand ook geld naar mensen. Wat is een mooi ritueel, maar wat schieten we ermee op? Nee, je hebt niets. Het is iets dat fysiek aanwezig is. Ja. Je hebt een gaan we een daar symbool? Een kalabasje met water zetten en een bier? Nou, bij diverse monumenten worden diverse. Wat schieten we ermee op dat ons land erop vooruit gaat? Het is een symbool. Ja. Het is een symbool ritueel, wat je neerzet. Ja. En Surinamers moeten het gevoel hebben dat ze zich toch verbonden voelen met elkaar, naar elkaar. Surinamers voelen zich sowieso verbonden, want de doorsnee Surinamer leeft van vakantie naar vakantie naar vakantie. Ja, maar er is niet idealiseert fysiek. Suriname. Schopt hier weg alle verworvenheden die we hier hebben, alle voorzieningen. En Zu, ik ga naar Zu. Terwijl Zu niks te bieden heeft aan de mensen die daar wonen. Ik wil dat wij als Surinamers iets gaan doen. Je doet nogal wat uitspraken waar ik het absoluut niet mee eens ben. Suriname heeft Surinamers niet Zu, te bieden. Zu is hemelrijk. Ja, maar, ach, houd toch op, man. Wacht even. Laat hem even zijn zegje doen, ja. Ellen. Relax, neem een glas, neem een slok water, dan doe ik het ook. Dan kan iemand even zijn ding zeggen. Kijk, er zijn een aantal projecten gaande in Suriname die op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, het maatschappelijk veld. Daar zijn heel veel organisaties daarmee bezig. Mm. Er gebeuren inderdaad heel veel dingen die goed gaan in Suriname. Maar noem maar een paar, nou, alsjeblieft. Oké, goed. Maar nou, dat gaan we in de loop van... Zie je dat? Misschien, ik ga je weer afchappen. Noem die casino's. Ja? Ik noem die parvenus die daar met cocaïne gigantische bedragen verdienen. Ja, maar jij goed. Zegt een heleboel projecten, terwijl ik weet dat hoe er gestolen wordt van die NGO's. Ja, dat is waar. Dat luister, maar jij zegt dat heleboel luister. Mooie dat, projecten. Dat is allemaal waar dat luister. Die dingen gebeuren, maar het is ook waar dat er een aantal goede projecten zijn. Wacht even, voordat ik in de verdediging schiet. Ik wil van je weten, waar komt dat monument te staan? Kort. Wij hebben zo onze ideeën, maar wij laten het volledig aan de Surinaamse regering, zeg maar de Surinaamse bevolking over, dat die een keuze maken. Wij willen niet gaan uitmaken waar het moet komen te staan. Ja, nou, Ellen heeft daar zo haar cynisme over het monument überhaupt. Maar er zijn mensen die er wel wat in zien. En die mensen die er wat in zien, die kunnen geld storten, want het kost nogal wat. Ai. Dat monument, die 125.000, is best veel. Ik ga storten, Iwan. Oké, okay. Dus mensen die dat willen doen, gewoon storten op het Giro-nummer wat hier nu onder in beeld verschijnt. Dan ga ik naar een ander gedeelte, niet alleen wij. Je bent heel gepassioneerd bezig als het over Suriname gaat. Mensen, je kan daar over van idee verschillen, maar dat het gepassioneerd is, dat is een feit.